Come on, jongens. Ho, ho, ho. Kom op, en vannacht hebben we een nachtspel gespeeld met onze leden op Groot Kamp. Oh my god, dit is zo bed nooit meer. Sommigen vinden dat zeer leuk, sommigen vinden dat de manier van wakker worden niet zo leuk, omdat sommigen liggen echt al vast te slapen. Wij waren eigenlijk nog wakker. Ja, we waren zo aan het babbelen. We moeten wat bannen. Iedereen heeft een kaartje kapot. Ons doel is eigenlijk om 's nachts een keer een spelletje te spelen, ook om dan eigenlijk te doen sluipen of doen, eigenlijk onopgemerkt voorbij bepaalde doelen te geraken. Niet om schrik aan te gaan, maar om echt plezier te hebben. Het is eigenlijk een beetje een versie van Stratego. We moesten dan zo kaartjes van elkaar proberen afpakken. Elkaar uitzagen. Ja, met kleine spelletjes zoals hanengevecht en bladsteen schaar en zo. Dat is eigenlijk, meestal spelen ze nooit alleen en is het op een redelijk oppervlakte dat we ze allemaal wel kunnen zien en dat ze niet verdwaald kunnen lopen. Het is avontuurlijk en zo en ja. We doen iedereen samen en dat is wel gezellig. Na het nachtspel drinken we altijd nog wel soep, zoals deze avond, of pudding of warme chocomelk. En dat is wel tof om de avond eigenlijk af te sluiten aan het kampvuur.